Na indruk te hebben gemaakt in Maestro, komt er zondagavond een einde aan het muzikale avontuur van Tjitske Rijdinga, 51. De actrice neemt afscheid na een smeekbede aan het orkest, dat gehoor geeft aan haar wens. Terwijl sommige kijkers niet rauwig lijken te zijn om haar vertrek, waren haar muziekopvoeringen aan het begin zowel hilarisch als emotioneel chaotisch. Vorige week keken kijkers met verbazing toe toen Tjitske Nip doorging naar de volgende aflevering, terwijl Amar het veld moest ruimen. Wat aanvankelijk hilariteit opwekte, leidde al snel tot enige verzadiging bij sommige kijkers. Tjitske grijpt de kans om zichzelf te bewijzen en zet zich zondagavond volledig in. Haar eerste optreden verloopt niet vlekkeloos, maar tijdens haar tweede opvoering oogst ze lof van de jury, die het haar beste prestatie tot nu toe noemt. Ondanks deze waardering belandt ze samen met Chris zegers in de gevarenzone. Bij het horen van de vijfde van Beethoven op het programma voor de volgende week smeekt Chitske het orkest om op Chris te stemmen. Met succes behaalt ze uiteindelijk 12% van de stemmen en moet ze afscheid nemen. Terugblikkend op het programma zegt ze, Ik heb enorm genoten van het orkest. Het was een enorm avontuur. Voor sommige kijkers is het vertrek van Chitske reden tot blijdschap. Volgende week zonder de Chitske act in maestro, nu echt iets om naar uit te kijken, juicht een kijker. Blij dat Shitsker uit is, zo aanstellerig, merkt een ander op.